Het probleem dat we gaan oplossen is dat je merkt bij het in- en uitzoomen, roteren en verplaatsen van een stuk, een part of een assembly dat SOLIDITCH heel traag werkt. Wat is nu de oorzaak van dit probleem? Wel, SOLIDITCH gebruikt je extra grafische kaart niet om stukken in 3D weer te geven. Hij laat je gewone CPU of processor dit doen. En daar is die eigenlijk niet zo goed in. Onze grafische kaart daarentegen is daar wel heel goed in. Dus laten we aan SOLIDITCH vertellen dat hij deze moet gebruiken. De oplossing van dit probleem zit in SOLIDITCH ST10 zelf, dus moeten we het eerst openen. Dat heb ik al gedaan. En dan gaan we een willekeurig bestand gaan openen. Het maakt niet uit of het een part, een onderdeel of een assembly, een samenstelling is. Dus we gaan hier op de SOLIDITCH knop, de application button, en ik kies willekeurig, ik ga hier paperclip.par nemen. Ik ga nu terug naar mijn SOLIDITCH knop, de application button, en ik ga naar instellingen, settings, en ik ga naar opties, options. Er opent een venster en ik ga naar view, beeld. En dan heb je hier rechtsbovenaan application display. En daar zit het probleem. We laten hem dat automatisch doen en ik kies automatisch voor de processor van de laptops in het geval van onze school. Dat vinken we dan even uit. En dan zeggen we tegen SOLIDITCH graphic card driven, alsjeblieft. Dus we willen de grafische kaart gaan gebruiken. Je klikt op OK of op Apply. En je krijgt een foutmelding. Eigenlijk meer een waarschuwingsmelding. You must restore SOLIDITCH for the application display settings to be recognized. Wat men wil zeggen, je moet SOLIDITCH opnieuw opstarten voor het probleem zal opgelost zijn. We klikken op OK. Nog eens op OK. En het enige wat je nu nog moet doen, is SOLIDITCH opnieuw opstarten en het probleem zal moeten opgelost zijn. Veel succes!